We gaan staan samen op het podium. Liedjes zijn geen probleem. De kleren. Dat is wel een probleem. Dit trek ik niet aan, dat wil ik niet aan. Maar ja, dat mag ook wel. Het is een jonge meid en ze moet haar eigen weg een beetje volgen. Komt je moeder dan aan met de sexy kleding of juist met oudbollige kleding? Nee, dan kom ik met de jurkje en dan zeg ze, ja, daar trek ik niet aan. Ik zei, oh, ik zei, doe gewoon, maar dat doet ze dan niet. Nee, ik heb geen maatje 36. Als je maatje 36 hebt, dan past alles. Maatje olifant wordt ook anders, hè? Maar Colinda, hoe moet het zo meteen als ze zo meteen solo gaat? Want dat gaat vast een keer gebeuren. Ja, dan weet ik niet of ze dat wil. Ze heeft nou heel andere ambities. Hè. Ze werkt in de zorg en ze is nagelstyliste. En het zou goed kunnen. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Maar daar kan ze me in ieder geval altijd op volgen. Banden zat. Ja, zoals met moeders ook begonnen. Van ja, ach, de muziek, ach, dat was leuk en was aardig. En voor je het weet, blijf je erin. Ja, je weet nooit hoe het loopt. Maar ik vind het verloop met mama om samen te vind ik het leukste. Ik denk gewoon heel veel vertrouwen. Ik heb een heel goede band met mama. Dus ik denk, ja, het is toch een stuk vertrouwd. Als je het dan samen doet in plaats van alleen. Zij heeft toch meer ervaring. Dus dat is wel, daar kun je iets van leren. Ja, weet je, deze moet haar eigen weg volgen. En wat deze wil, dat moet ze zeker doen. Met z'n tweeën is hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Alleen is leuk. Met z'n tweeën is gezellig. Het maakt mij eigenlijk niet zo uit. Het is de muziek, het zijn de liedjes. Het is alles bij elkaar. Wat gaan we dit jaar nog van jou zien en horen? Dit jaar komt er een album uit, 30 jaar Colinda. Dat wordt een dubbelbox, een tv met tv-reclame. Er komen 40 liedjes op, er komen een aantal duetten op. Ik ga een duet opnemen met Wimmy Bauma, dat vind ik helemaal grandioos. Ik ga een duet opnemen met Frank Verette, twee liedjes met Daisy. Ja, ik ga nog heel veel doen dit jaar. Maar dan toch hopelijk wel zonder die kijkdoos, hè? De kijkdoos zullen wij altijd blijven doen, denk ik. Op feesten en partijen. En ja, het is maar een liedje. Weet je, het is, je brengt zoveel liedjes uit. Zoveel repertoire. Je kunt toch niet alles blijven zingen. Je kan toch niet op je 40-jarige jubileumbox de kijkdoos neerzetten? Tuurlijk wel. Ik heb een hele mooie kijkdoos.